ook net voor het eerst paga geslagen in de hele Totally Summer Tour. Goedemorgen, leuk dat je weer kijkt. Het is vandaag donderdag. Ik ben net wakker geworden in Loretta Bar. En we zien hier wat boomboompjes. Het is nu kwart voor één, wordt om 1 uur opgehaald. Ik ben mijn koffer aan het inpakken. En ja, het is wel even belangrijk dat het gebeurt. Hierna gaan we door naar Albufeira. Want er is vannacht ook een Totally Summer Feestje. En eerst ga ik mijn koffer dicht proberen te krijgen. Omdat ik gisteren aardig had geshopt, gaat mijn koffer niet meer dicht. Dus dat is echt super kut. Beetje creatief zijn in het leven. Zo, ik knak echt mijn been of zo. Niet chill. Kut, nu ben ik iets vergeten. Ik mag in de badkamer dicht, kut. We zijn alweer op het vliegveld. Lekker aan het eten. En over een half uur vliegen. Dus nu snel eten. Ja, yeah, true. Nou, we zitten in het vliegtuig, we zitten allemaal ergens anders. Lady B zit ook in het vliegtuig. En hier zit Java. En daarachter zit Meek helemaal. En daar zit Roo. Echt super stom. Maar ja, het is volgens mij niet zo lang vliegen, dus dat valt mee. Ik heb ook helemaal niet geslapen. We zijn geland in Portugal. En we gaan nu naar de uitgang lopen. En zorgen dat hij, tenminste hopen dat hij niet zorgt. Hopen dat hij contactpersoon er zit. Wat is het voor exit? Ben je daar geweest? Nee, we moeten hier rechtdoor. Echt van nou, veel plezier. Ja. Gaan we naar buiten. Ja, we lopen nu dus daarin en dan worden we naar het hotel gebracht, neem ik aan. Eet, het is nu al 5 uur hier, dus ja, dat meer heb ik even niet te vertellen. Doei! Nou, we zitten in het busje en moeten nu nog 1,5 uur rijden naar Albufeira. Maar je wel, man. Zo, ik ben alweer een tijdje op de kamer. Ik heb een kamer voor mezelf weer en ik ga hier even een korte roomtour geven. Hier kom je binnen. Nou, spiegeltje. Hola, Dio. Dan hebben we hier bed, kast, een extra bed, 2 stoeltjes, balkonnetje. En dan kijk je lekker uit op het zwembad hier. Er zijn nog 2 mensen aan het zwemmen. En ja, dit is Albufeira. En daar is de zee. En dan hebben we natuurlijk ook nog een badkamertje. En de badkamer ziet er zo uit. Hola, hola. En dit is de douche. Ik heb me laten vertellen dat je hier op het strand een heel goed visrestaurant hebt. Dus daar gaan we zo eten. Maar de jongens moeten even reageren of iets van zich laten horen. Het is namelijk 9 uur en ik heb eigenlijk niemand van hen meer gezien sinds ze naar de kamer zijn gegaan. Dus ik ga denk ik zo even naar de lobby en nu even omkleden dan. Oké, ik heb me klaargemaakt voor het eten en ik ga wel naar de jongens toe. Want als ik op hun moet wachten, zijn we morgen nog niet klaar. Ik heb gewoon diezelfde broek aangehouden, dit Alice Sister shirtje aan. En even mijn slippers zoeken, waar zijn die? Oh, hier. En ik ga lekker deze lolly eten. Die heb ik een maandag van Kei gehad. En dat is die lekkere met aardbei en cream-achtig. Ik weet niet, het zijn echt de allerlekkerste lollies die er zijn, die melkachtige. Ja, die ga ik dus ook eten. Oké, we zijn eindelijk klaar om te gaan. Alles is toch in de buurt. Ja, mijn plicht heeft zakelijke telefoontjes. We zijn net, net aangekomen in Portugal. We zijn net aangekomen in Portugal in Albufeira. Dit is een van mijn favoriete plekken op de aarde. Meef in de back. Ja man, in de back. Ik heb ook net voor het eerst paga geslagen in de hele Totally Summer Tour. Het was lijp. We gaan zo meteen vis eten, want dat kan hier het beste. Dankjewel.
Je hebt dit gewassen? Ja, ik heb het. Oké. Lust je geen vis? Lust geen vis, man. Ik kan het wel, eigenlijk moet ik het wel proberen. Ja, man. Vis moet je leren. Nee, wel. Maar ik ga één ding zeggen. Ik heb gewoon vis leren één keer. Vis maken naar kip. Dit is echt gaaf. Wacht, ga je wel zeggen eigenlijk dat de elektriciteit gewoon uit is gedoneerd? Ja. We zijn in een visrestaurant en je kan hier zeg maar eerst je vis uitkiezen. Hier heb je kreeften, zeebaars, gamba's. En dat gaat allemaal te grill. Oh, heerlijk. Inktvis. Ik ga deze openbreken met je handen. Oh, dit is te lekker. Oh, heerlijk. Dit is echt het allerlekkerste eten in tijden gewoon. Ja. Hoe maak je hem ook een bereidje deze? Hetzelfde als een garnaal. Met je handen dus. Met je handen. Ja, je hebt er eigenlijk bestek voor, maar de winkel dus zat hier. Heerlijk. No, thank you. Alsjeblieft, meneer. Ah. Thank you so much. Hier heb ik even onzeker. Ik moet je zeggen dat dit er wel echt lekker uit ziet. Ja man, dit ziet er echt heel lekker uit. Heerlijk! Toppie toppie! Oh. En nog even wat fruit. We zijn net klaar met eten. En het was echt het beste eten ever. Ja man, vertel even hoe lekker dit was. Was ik gelukkig, alleen helaas kon je niet pinnen. Ja, dus we moeten nu naar pinautomaat lopen. Dus Ronald zei tegen die man van ja, laat ik even mijn telefoon hier. Het hoeft helemaal niet, ze vertrouwen mensen gewoon hier. Maar nu zijn we ziek door de berg aan het lopen. Geen enkele taxi die stopt. Geen enkele taxi stopt. En op zoek naar pinautomaat. Zo lekker gegeten. Ik ook wel. Echt alle soorten gelukkiger vis. Gelukkiger zou je mij niet kunnen zien met de lekkere witte wijn. Ja. Heerlijk. Ik ga ook terugkomen. Ja. Ik wil echt wel een keer weer naar Albeveren, maar dan gewoon zo. We hebben ons klaargemaakt en we gaan nu naar de club. En ik ben met... Evelien. Ja, oh en Evelien. Oh wat grappig dat jullie allebei Evelien ja. Evelien als je kijkt, ik ben met Evelien. Ha, 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 ha. Ik ben niet met mij. Hadden... Nou is er ook. En Maeve ook. En Maeve ook. En Maeve is er ook. Maar it's all about Evelien tonight. Met mijn lekkere hand. Ja, dat is het mooiste. Ja, van alles. Het misstaat je niet eens, je kan het hebben omdat je knap bent. Nou, oh, thank you. Echt. Club Kiss en we gaan nu naar Club Heaven. Het waait lekker. Het waait lekker. Lekker frisjes. Maar we hebben even, dus maakt niet uit. Ja, maakt niet uit. Wij overleven samen, weet je. We overleven het wel. We kunnen dat. We kunnen dat. We kunnen dat. Doe nog even moves erin. We zijn echt totaal niet dronken. We zijn echt gewoon super luchtig. Zij heeft haar arm gebroken omdat ze een man heeft geslagen. Nee. Ik ben gewoon gevallen, zogenaamd, weet je. Echt niks aan de hand. We komen net uit, hoe heet het? Heaven? Nou, het was de hemel hoor. Ja, het was zeker de hemel. Het was de hemel. Ja. We gaan nu terug naar het hotel, gaan zwemmen. Ik heb met Jesus gesproken en hij heeft me toegelaten tot de poort. Volgens mij was je in de hel. Nee, je hebt met Satan gesproken. Nee, zeker niet. Ik ben een hele lieve jongen. Okay. Ik heb dit gedroomd volgens mij. Heb je dit gedroomd? Ja. Of heb je een déjà vu? Ja, dat. Harde wind. Ik zou dat nou doen. Ga zeusen. Monica ga zeusen in de building. Ja. Just play Monica ga zeusen. Oh, het komt de auto aan. Hoi. Hallo auto. Oké, doei.
duurt lang. Ja, best wel. Kom, we gaan in die taxi. 1, 2, 3, kom, kom. Ja, één move en naar beneden. Nou, beneden is gevaarlijk. Zit mijn leven zo in elkaar. Als er een echte bal hier is, maak ik jullie allemaal kapot. Als er een echte bal is, maak je allemaal kapot. Nee, dat... Oh, Charles heeft ruzie. Binnen nu in een maand is het uit elkaar. Oké, we zitten in de taxi en we gaan zo zwemmen. Het is tijd om te zwemmen. Ja. Weet je hoe het hotel heet? Ik moet lachen, man. Ik lijk wel negerin, hè, lief. Hoe was dat? We lijken wel negerin. Dat doe niet. Dat is niet leuk voor die man. De vraag is, gaan we zwemmen of niet? Natuurlijk gaan we zwemmen. We gaan zwemmen. Okay, ja, jeetje. Ik weet niet of jij gaat zwemmen, maar ik ga zwemmen. Oké, dan is het goed. Duiken ze. Duiken, ja, natuurlijk. Ja, heerlijk zwemmen. Welkom bij de... Welkom bij Straks Zijn We Dood. We gaan straks dood. Deze man, die vrouw zit heel dicht bij de auto. Hij heeft heel veel schijt. Kijk, er is een... Dit is een race, man. Ja. Mario Kart. Driften. Drift met Mario Kart. Allebei, hè. Oh joh, kijk hoe hard hij gaat over een kruispunt. Deze... Maar je weet, als hier iemand staat, is het gewoon 10 punten. Ja, dat is klaar. Je ziet Schumacher, hè. Schumacher. Hij heeft ook een scheid, hij kijkt me niet eens aan. Nee, Alonso. Voor mij staat ze mijn vriend. Formule 1. Nee, Portugees is anders. Ja. Ze zwemt naar de overkant in het donker. Wat? Zwem naar de overkant, onder water. Van hier naar daar. En naar die boom, dat lukt je wel. Naar die boom lukt wel. Oké, okay. Gotta take a swim right now. Okay. Wacht, waar is jouw tasje mee? Dit zijn mijn vriendinnen van de avond. Hey. Yo. Dit is echt heel erg verschut. Is je dat? Maar ik moet dit nu uitdoen. Ja, mijn bijna. Nee joh, dat is niet verschut. Maar... Ja. Oké, okay, wacht. Maar niemand moet grapjes maken met mij duwen, want dan wordt mijn goed snel. Nee, niemand duwt elkaar. I'm here with my boy Maeve. It's 4 in the morning. We finna jump in the water right dit now. Dit is wel half 6. Het is half 6. Ja, we moeten even 3 kwartier op. Het zijn gek, man. Het is wel echt gewoon van koud. Zij heeft haar arm gebroken. Ze bezwemt met haar arm boven water. Hij heeft zijn pet op. Oké, iedereen is gezwemmen en ik was super gaar. Ik ging niet zwemmen. Ik ga nu een warme douche nemen. We worden over een half uurtje opgehaald of zo. Nog steeds niet geslapen. Dus ik ga wel even lekker douchen nu. En dan moet je eraan geloven. Rijd je ziek naar parfum. Het is inmiddels 6:30 en we moeten zo weg. Ik sluit bij deze vlog af en ik zie Ron ook opnieuw de lobby in. Ik zie jullie morgen weer. Bedankt voor het kijken. We moeten nu weg. Ik heb nog niet geslapen. Ik ben kapot. Doei.